Deze nieuwsuitzending die gaat over space aliens, buitenaardse wezens en UFO's. Wat is dat nou? Heel veel mensen hebben het erover. Hoor. En ik hou bij deze uitzending mijn stem lekker laag, want het is voor het slapen gaan. Het zal denk ik een uurtje duren. En tegen die tijd dat ik klaar ben, dan lig jij lekker te snurken. Lig je lekker? Draai je even om. Goed zorgen dat je lekker ligt. Erg belangrijk. Ja. Heb jij wel eens een UFO gezien? Ik ken iemand. Die heet Jeroen. Aardige jongen hoor. En dan had ik op internet, kwam ik wel eens achter met al die 9-11 conspiracy cover-ups en zo. Ja, maar er zijn ook UFO's. En die man die zei van ja, ik was een keer ergens en toen kwam er een vreemd object. En die dreef zo langzaam voorbij. Een levensgroot, hè? Dat beweerde Jeroen. Ik ken nog een andere man, die heet Erik. Die is nou dood, maar jammer. Hele aardige kerel. Die werkte voor de Belastingdienst. Wat deed hij nou ook alweer? Oh ja, die huurtoeslagen uitkeren. Dus allemaal dossiers. En die krijgt huurtoeslag en die niet. Zij zat aan de Sinterklaaskant van de Belastingdienst. Hij dronk ontzettend veel alcohol. Ja, dat zegt op zich niks. Hij kon verschrikkelijk goed biljarten. Ja, dat zegt op zich ook niks. En die komt uit Lobit. Dat is aan de Rijn, in de buurt van Duitsland. En in Lobit heb je een dorpsplein natuurlijk. En hij zei dat hij daar een UFO heeft gezien. Hij beschreef hem ook. Het was een ronde schijf met discolampen eromheen. En een paar mensen hebben dat ding gezien. En ja, voordat het hele dorp wakker werd, het was ergens was in de nacht of zo. Toen steeg dat ding op en vloog hij weg. Dan vraag ik aan Erik, van ja, wat je nou gezien hebt, hè? Was dat nou een UFO of een apparaat van de CIA? Hij keek me zo aan en zei, ja, dat heb ik mij ook afgevraagd. Maar wat is dat nou? Buitenaardse wezens? William B. Cooper... gevaarlijkste radiopresentator van Amerika in de dagen dat hij nog leefde. En Bill Clinton president was. Bill Clinton heeft William B. Cooper, the most dangerous radio host of the planet, genoemd. Nou, William Cooper die heeft in het leger gezeten, bij de marine. Die heeft hele vreemde apparaten van onder het zeeoppervlak naar boven zien komen en dan fst, eruit en weer weg. En hem werd verteld dat het ging om technologieën die vallen dan onder geheimhouding of zo. Zou het kunnen dat je een apparaat maakt dat... verticaal opstijgt en dan hup, van links naar rechts gaat en zo. Ja, nou ja, denk aan een drone. Die koop je nu consumentendingen. Voor een paar tientjes heb jij zo'n ding. Doe een kapje eromheen, wat discolampen eromheen. En, moet een accu in natuurlijk. En zo kan je ook zo'n vliegende schotel maken in het groot. Ja, zo moeilijk hoeft dat niet te zijn, volgens mij.
Anton Teube, dat is die man van Niburu.nl. Ja, inmiddels is hij die domeinnaam kwijt, die website is weg. Maar hij zit er niet meer bij. Ik ben bij een lezing langs geweest van Anton Teube. Aardige man. Had zo'n vrouw van die, die patchouli gebruikt als parfum en de haar helemaal in dingetjes met een rooster erin. Of... Heel verzorgd zag ze eruit. Beetje alternatief. En die stond achter de boekentafel. En Anton Teube die liet dan schilderijen zien, foto's ervan, uit een beamer. Met PowerPoint. En er schijnen dan volgens Anton Teube in het verleden allemaal schilderijen te zijn gemaakt van landschappen met daar een UFO in, een vliegende schotel. Ja, dat zou kunnen. Ik vind het raar hoor. Ik weet niet waar dat vandaan komt. En Anton Teube, die heeft er ook een keer contact mee gehad over de mail. Van ik wil wel een database voor je opzetten. Iedereen die een UFO ziet, daar een filmpje van maakt of een foto van maakt. Dat centraal wordt geregistreerd, upload. Een filmpje kan op YouTube, maar. Een dossier aanleggen. De locatie van de waarneming en het tijdstip. En dat je weet of je naar het noorden kijkt of zo. Ja. Is dat hier? En dan keek ik naar het noorden met mijn camera. En daar hing die. Wat ook tof zou zijn als je dan toch een UFO ziet, om het dan op te nemen met twee camera's. En dan enige meters van elkaar. Dan kan je een afstandsmeting doen. Moet je wel de hoek goed weten. Maar dan weet je hoe hoog die zit. Of hoe ver die is. Dan heb je twee punten voor nodig. Twee waarnemingen. Drie is nog beter. Maar twee is denk ik genoeg. Ook belangrijk bij die UFO-opnames, hè, dat stel ik mij zo voor, hè, is dat als je een UFO ziet, dat je dan even naar binnen holt en een statief pakt. Hè. Of dat je zo'n meeneemstatiefje hebt, zo'n klein dingetje. Weet je die dingen? Gorilla's of zo. Gorilla-statiefjes, hele kleine dingetjes, 20 centimeter lang. Zo. Die hebben van die flexibele pootjes en die kan je klemmen op een lantaarnpaal. Ik zag zo'n opname van UFO's. Wat heb ik gezegd, waren witte stipjes in de lucht. Weet die vent ook weer. Die Amerikaan. Die gearresteerd is daar in Washington. Omdat hij bij het monument van Washington. Daar was hij aan het flyeren. De nieuwe wereldorde komt eraan. Pas op allemaal. Dus die gearresteerd. Weet die vent ook weer. Oh, is het nou? Ik denk, Passio was dat, denk ik. Mark Passio. Ja, ik denk het wel. Nou, dan was het dus een mooie, heldere dag. Weinig bewolking. En in de lucht verschenen een stuk of 20 lichtbronnen. Lampen. Of zo. Witte vlekjes, meer niet. Nou, Mark Passio is toen naar binnen gehold. Heeft zijn mobiele camera of zo, zijn digitale camera gepakt. Of zijn smartphone. Of zo. En dan filmen, hè? Ja, vanuit de losse pols. Ha, 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 ha. Dat is een opname van niks. Dat valt me op, hoor. Alle opnames die ik zie van zogenaamde... Unidentified flying object. Dus een niet geïdentificeerd vliegend object.
een niveau. Het is allemaal van die slechte kwaliteit. Allemaal uit de losse pols en één camera en je weet niet waar. En... ja. Dat maakt het er niet makkelijker op. Een factor waar je rekening mee moet houden is dat op deze aarde daar heb je landbouwers. Die spelen de baas over planten. Je hebt ook veetelers. Die spelen de baas over dieren. En je hebt mensen die spelen de baas over mensen. En daar word je rijker van dan dat je landbouwer bent of veeteler. En hoe hou je dan die mensen in bedwang? Als ze erachter komen dat jij de baas loopt te spelen, ja, dan word je eruit gedonderd. Dat moet je niet hebben. En een methode is om ja, telkens weer een nieuwe ja, ramp te verzinnen. Oh, mensen, pas op. Ja, nee, dit gaat helemaal. Er is een Amerikaanse basis en die zit in de IJzerberg. In Amerika is dat. Iron Mountain. Daar hebben ze een grot in een groot complex gemaakt. En daar is een vergadering geweest over hoe we de mensheid dan in bedwang moeten houden. En welke angstaanjagende zaken op tafel moeten komen. Want ja, oorlogen, dat was zo'n beetje uitgepoept. Hè. Adolf Hitler zal niet opnieuw komen. Of een plaatsvervanger daarvan. Voor Duitsland. Die Duitsers hebben daar voorlopig genoeg van. Die gaan nooit meer zegen heil roepen. Dus dat oorlog gebeuren, dat was in die tijd, heb je het over, de jaren 60, eind jaren 60. Even erbij pakken. Report, Iron Mountain. The report from Iron Mountain. Staat op wiki. Aan de Rotterdam, kijk hoe. Oh, ook zoveel. Ja, er wordt hier dan getwijfeld of het wel echt is. Ik denk het wel, hè. Je zou horen, staat helemaal niet in wat erin staat. Aha. Maar het is hier, het is een boek van geschreven. Kijk hoor. Volgens het rapport was er een panel van 15 leden. De Special Study Group. En die was opgericht in 1963 om te bestuderen welke problemen zouden optreden als de Verenigde Staten een hele lange periode van vrede in zou gaan. Een vredestijd. En ze hebben een vergadering gehad in een ondergrondse nucleaire bunker. Een atoombunker. En die werd genoemd Iron Mountain. Daar hebben ze 2 jaar aan gewerkt. En één lid van dat panel. Dat is John Doe. Dat is Jan met de pet. Hij was een professor in een universiteit in het middenwesten van Amerika. En die besloot om dat rapport publiek te maken. En het rapport concludeert dat vrede
niet in het belang is van een stabiele samenleving. Oorlog was een deel van de economie. Daarom was het noodzakelijk om altijd in een staat van economie, staat van oorlog te zijn, om de economie te stabiliseren. De overheid, dat vond die groep dan, die zou niet kunnen bestaan zonder oorlog. Maar hier staat niet in van die aliens. Ja. Ja, ik pak maar gewoon de eerste. Als je nou wiki. Even kijken hoor. Wat staat er hier? Wat ik ervan weet, is dat ze kwamen met het idee om de massa geen angst meer aan te jagen met oorlogen, omdat dat een beetje zijn ding had gehad. Maar om te gaan werken aan nieuwe ideeën om de massa angst aan te jagen. En eentje daarvan was ziektes. En die andere was geweldige milieuproblemen. En de derde was een invasie van buitenaardse wezens. Dat zou kunnen. Ja, en die lampen die Mark Passio zag schijnen in de blauwe lucht. Ja, dat kan van alles geweest zijn. Dat is ook met die graancirkels. En waar komen die dan vandaan? Zijn dat aliens? Ja, dat zou kunnen. Hè? Maar het hoeft niet. Ja, maar als je dat op de hand gaat doen, nou, dan weet ik het niet hoor. Dan krijg je dat nooit zulke mooie wiskundige vormen. Nee, maar als je een apparaatje verzint, dan stop je een programmaatje in. En wat doet het dan? Ja, iets met een of ander elektromagnetisch veld of whatever. Voor mijn part een soort bladblazer. Een ding wat heel veel lucht pompt. En dan knak je al die graanstengels. In een mooi wiskundig patroon. Wat ook nog kan is dat die hele graancirkels niet bestaan. En dat gefotoshopt is. Maar dat weet je niet. Maar dat hoeven geen aliens te zijn. Geen buitenaardse wezens. Dat hoeft niet. Dat kan ook anders. Weet je niet zeker. Heb je van die films zoals E.T. De extraterrestriel. Ja, dat is een film. Heb je ook nog Close Encounters. Ja, dat is een film. Ja. Je hebt ook die film District 9 in Zuid-Amerika. Best een leuke film trouwens. Best wel grappig. Er wel humor in. De blanken zijn de lul. Dat is dan weer wat moeilijker. Het is met al die films. Noem mij een film van de laatste tijd dat je een hoofdrolspeler hebt en dat is een man. En die is blank en die heeft blond haar en blauwe ogen. En dat is de held van het epos. Nee, die heb jij nooit gezien, hè? Nee, klopt. Rutger Hauer, die speelde toch meestal de bad guy, of niet? Die Nederlandse acteur met blond haar en... Ik dacht blauwe ogen.
In die Amerikaanse films dan. Rutger Hauer speelde ook in Turks Fruit. En ja, niet zo'n... Monique van de Ven ligt in de blote bibs. Dat is het hoogtepunt van de film. Eigenlijk. Een boek van Jan Wolkers. Bij veel films is dat. Die blanke mannen worden weggezet als mafketels. District 9 is voor de rest wel een leuke film. Leuke jokes zitten er. Leuke grappen. Sorry. Maar dat zijn films. En, nou, voor de rest heb ik dus de getuigenis van Jeroen. Die zei, ja, er dreef iets voorbij. Nou, dat kan net zo goed een drone zijn geweest. Waarom niet? En wat Erik heeft gezien. Die belastingambtenaar die zo goed kan biljarten. En heel goed alcohol kan drinken. Kon. Ja, wat hij heeft gezien, moest hij ook zeggen, ja, ik weet het niet. Het kan een drone geweest zijn. Een of ander nieuw apparaat. Iets met, noemen ze dan anti-zwaartekrachtmotor of zo. Wat dat ook maar is. Maar het moet te doen zijn, denk ik. Ja, die graancirkels, ja, dat moet te doen zijn. Ja, stel nou, het zijn wezens en die komen van buiten. Ja, maar waar vandaan dan? Van de maan? Serieus? Hebben ze op de maan hebben ze een UFO gebouwd? Dus zij zijn naar de aarde gevlogen. David Icke, die mafketel. Die zegt, ja, de maan, dat is door aliens gemaakt. Of door mensen. Door meerdimensionale wezens, die hebben de maan gemaakt. En aan de binnenkant is die hol. En daar zit een hele grote samenleving. En die vliegen af en toe hier naartoe. Er zou een soort website moeten komen waarin een lijstje staat van de volgende websites van alternatief nieuws. Moet je helemaal niet kijken. Waaronder davidicke.com. alexjones.com, dat is toch ook zo mee. Ah nee, infowars.com. Nee, dat de maan een hol apparaat is en er zit een samenleving in. En... Dat lijkt me niet echt haalbaar hoor. Dat kan ik me weinig bij voorstellen. Maar wat zou kunnen is dat het dan ergens in de buurt van deze aarde, dat er nog een aarde is, maar dat die samenleving verder is gevorderd in de technologie. Maar een punt hierbij is dat... De maximale snelheid die ooit gemeten is, dat is de snelheid van het licht. En dat gaat met een snelheid van 300.000 kilometer per uur. Nee, per seconde. Per seconde. Dat is behoorlijk snel hoor. Maar met die snelheid ben je vanaf hier naar de zon in 6 minuten. Dus als de zon uitgaat, dan zitten wij nog 6 minuten lang in de zonneschijn. Nou, de dichtstbijzijnde ster, dat is Alpha Centauri. We zijn een heel eind vliegen. Daar ben je, ik weet niet hoe lang mee bezig. Alpha Centauri heeft geen planeten, dus ook geen aarde. Leuk dat het een ster is, dat geeft een lampie, een lichtje, maar meer niet. Waar moet je er dan verder mee? Dus waar komen ze dan vandaan? En met de lichtsnelheid jezelf verplaatsen, dat is niet eens makkelijk.
wel 300.000 kilometer per seconde. Dan moet je dat keer 4.000 doen. Hè? Dan heb je zoveel per uur. Dat is dan... 300.000. En dan keer 4. Dan heb je 1,2 miljoen. Ja. En dat keer 1000. Dus 1,2 miljard kilometer per uur. Nou, dat mag een behoorlijke motor zijn, denk ik. Of niet? Door een Ferrari haalt 400 kilometer per uur. Een F-16 haalt... Nou... Kijk, een F-16 moet misschien 3 keer de geluidssnelheid kunnen doen. Dan heb je 1200 meter per seconde. Zeg maar 1000 meter per seconde. Nou, dat is een beetje het snelste wat er is. 1000 meter per seconde, zo moet je... Dat is uitgaan van... Misschien is dat te veel. Maar... Nou, laten we uitgaan van 1000 meter per seconde. En dat keer 4000. 4 miljoen kilometer per uur. Ik denk dat ze dat niet helemaal halen, hoor, met die vliegtuigen. Maar de geluidsbarrière, 330 meter per seconde, dat is makkelijk te doen. Dat is vaak gebeurd. Maar de lichtsnelheid, het licht gaat heel hard, hoor. En zelfs het licht zal er nog jaren over doen voordat je op een plek komt in de ruimte waar een aarde is. En die lui zouden dat dan kunnen? En maar hoe dan? In je fantasie? Ja, ik heb ervan gedroomd en volgens mij is het weg. Ik heb ook die boeken van Zachariah Sitchin en Erich von Däniken. Over, dat noemen ze Ancient Aliens. Dat boekje van Erich von Däniken, dat luidt op zijn Nederlands. Waren de goden cosmonauten? Ik heb dat boekje hier in huis. Ook met foto's erbij. Maar ja, die foto's, daar zie je niks aan. Er zijn tekeningen gevonden in de een of andere woestijn. Zuid-Amerika of Midden-Amerika. En er zijn afbeeldingen gekrast in stenen of gehakt in stenen. En die afbeeldingen die zijn honderden meters breed. Tientallen meters. Er wordt er gezegd, ja, je had alleen maar kunnen controleren of het allemaal wel goed uitzag als je toen al een vliegtuig had. Of een UFO natuurlijk. Nee, maar dat zegt niks. En hoe ze dan die tekeningen hebben gemaakt, ja, dat weet ik ook niet. Ik denk eerst een tekening maken op een papiertje en dan moet je het uitvergroten. Ja, even wat paaltjes neerzetten en tegen Jan met de pet zeggen, daar moet je gaan kappen of hakken. En jij moet daar wat gaan doen en ik heb hier nog een lijntje nodig. En mensen zijn prima in staat om dat soort dingen te doen. Dus dat is echt geen enkel probleem. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar in Genesis 6, daar staat hij. In die dagen wandelden reuzen op deze aarde. In those days, giants walked the earth. Ja, de vraag is wat het woord giant betekent. Het betekent namelijk ook tiran. Het
De Bijbel kan je niet gebruiken als onderbouwing van het bestaan van buitenaards leven. Vervende. En mensen die het er wel over hebben, die zijn aan het fantaseren en meer niet. Eén grote fantasie. Ja, maar het kan waar zijn hoor. Dat je eerst iets fantaseert en daarna is, blijkt het toch zo te zijn. Ja, dat kan. Maar dat wil niet zeggen dat als je iets gefantaseerd hebt, dat het daarmee waarschijnlijk waar is. Nee, voor mij is het niet overtuigend. Die schilderijtjes die Anton Teuber liet zien. Die alien filmpjes die op internet staan met van die wibberende camera's. En inzoomen, uitzoomen, naar out of focus, dus onscherp. Dan weer onscherp en dan weer scherp. Jeetje, man. Ik ga er koppijn van. Er was ook zo'n man in Groningen. En Anton Teuber was bij hem langs geweest. En die man die zei, ja, er komen hier UFO's langs. En ze zaten buiten. Die man woonde op een soort van boerderij. Een oude boerderij. Dan zat hij van een klimop tegen de muren aan. En toen ging er zo'n... Eén zo'n blaadje van de klimop, die ging op en neer. En die man die wees daarna en die zei, kijk, zie je wel? UFO's. Ja, dan ben je mij kwijt. Een klimopblaadje dat een beetje wappert in de wind. Dat is geen bewijs van een UFO. Helemaal. Misschien is het entertainment voor mensen. Dat ze dat leuk vinden. Om zich met dat soort dingen bezig te houden. Dat zou kunnen, toch? Ja, dan vind ik het best. Ik vind het wel raar, hoor. Ik vind dat je beter kan gaan biljarten, net als Erik. Of meld je aan bij lichess.org. Dan ga je potjes schaken. Als je toch wat leuks wil doen, dan zou ik dat doen. Of ga een keer naar het streetcafé. Hier in Arnhem. Ik weet niet waar je woont, maar kom een keertje langs. Ja. Ik heb het altijd maar over die tent. Ja, kom dan een keer kijken. De damestoilet is hartstikke schoon, hoor. Het is ook goed als je daar als kerel gaat pissen, dat je even checkt van, is het wel een smerige play? Want zo niet, dan zit je op de damestoilet. Dan word je geacht om... de ruimte te verlaten en ietsje door te lopen naar de herenplay. En die zitten weer gezellig ondergezeken uit. Tafelvoetbalspel doet het uitstekend. Twee gokautomaten. Zo kan je helemaal wild gaan. Kan je samen gokken. Dat schept een band. Een dartbord. Een schaakbord. Nee, twee schaakborden. Twee schaakstukken zetten. Of sets. Dammen kan je er ook. Ja, en zuipen. Muziek luisteren. En je mag er blowen. Ja, kom een keertje langs. Als je het niet erg vindt dat er mensen blowen. Het lijkt me een leuke hobby. En het UFO gebeuren, ja, ik zit te wachten op gegevens. Wanneer zijn welke UFO's waargenomen? Maar ik zie ze zelf nooit, by the way. Misschien is dat omdat de overheid mij in de gaten heeft. En denkt van, oh, geen UFO's in de buurt van Perry. Die is zo kritisch. Die heeft het gelijk in de gaten dat het van de Intertoys komt. Maar dan International Toys uit America Incorporated. Intertoys voor volwassenen. Nee, dat is ook niet voorstelbaar. Nee, ik heb ze nooit gezien. Wat ik ook gek vind, is dat je hebt hier, overal ter wereld, heb je astronomieverenigingen. Meestal zijn het denk ik jongens, mannen. Die hebben dan telescopen.
En dan die digitale camera's, die klikken ze erop. Dan kunnen ze meekijken door een zijkijkertje. Dan zien ze Venus hangen en dan klik, klik, klik. Ja, daar staan nooit geen UFO's op. Maar die jongens werken met een statief. Die weten ook precies waar ze staan. Even een kompas erbij. Misschien hebben ze ook wel een sextant. En dan kan je de hoek meten naar boven. Maar nooit geen foto's van een UFO, hè? Nee, die enige foto's en filmpjes, dat is met een iPhone. En dan ook nog, dat heet Portrait. Dat is rechtop gefilmd. Dat vind ik ook zo slecht. Hè. Ik vind dat het verboden moet worden. Ik krijg de koppijn, man. Altijd landscape moet je filmen. Liggend heet het ook wel. Dat is wel de bedoeling. Dan heb je de meeste, ja, het beste panorama. Nou, ik zit te wachten op goede filmpjes. Duidelijke opnames. Maar die zijn er helemaal niet. En die komen ook niet. Want ik geloof het niet. Ik geloof niet dat er... Ik wil geloven dat er nog een aarde is. Of meerdere. Dat wil ik wel geloven. Dat maakt mij ook niet zoveel uit. Zelfs al zijn er meerdere aardes. Terra is de officiële term. Meerdere terra. Dan nog zijn al die terra bij elkaar, vormen ze het middelpunt van het universum, volgens de Bijbel. Ja, maar Perry, nu ga je te ver. Want het kan niet zo zijn dat er meerdere aardes tezamen het centrum zijn. Nee, dat kan wel. Wij nemen maar drie dimensies waar, namelijk. Vanaf die andere aarde zien naartoe komen met een raket. Nee, dat wordt niks. Nee, in mijn gedachten dan. Hè? Krijg je niet uitgerekend. Los van het feit dat ik niet weet hoe je jezelf in de ruimte moet voortbewegen. De ruimte is een vacuüm, is geen atmosfeer. Dus een verbrandingsmotor heeft geen enkele zin. Dat is alleen maar leuk als je door de atmosfeer van de aarde heen aan het breken bent. Want dan kan die raketmotor, die gassen die eruit gestuurd worden, die leveren een druk op aan de achterkant van die raket. Omdat er een atmosfeer is, en met een druk. En dan tegen die druk in gaat dat ding dan omhoog. Maar in een vacuüm? Ik zou echt niet weten hoe dat moet. Heb je van die schemaatjes gezien? Van ja, dan doen we met zonne-energie. In de ruimte is de hoeveelheid straling veel meer dan hier op aarde. Nou, dat is waar. Gevaarlijk veel. Voor een mens. Ja, dan vangen we die straling op en die zetten we om in energie. Die slaan we op in accu's of zo. Maar dan? Kijk, een propeller heb je in de ruimte helemaal niks aan. Een verbrandingsmotor ook niet.
Een raket hier in de normale atmosfeer. Als je aan de onderkant dan die uitbarsting hebt van die explosies, zijn dat? Een soort gereguleerde explosie. Een duurzame explosie. Dan gaat er heel veel materie, komt uit die onderkant van die raket. Ja, die materie die kan niet direct weg. Want er is een buitendruk van 1 atmosfeer. Nou, dan moet die raket maar omhoog. Dat is logisch. Maar dat komt door de druk van de atmosfeer. Maar als er alleen maar vacuüm is, en zo die raketvloeistof gaat, brrr, ja, dat vacuüm absorbeert dat gewoon. Sorry dat ik gewoon zei. Dat vacuüm absorbeert. Dus het geeft geen weerstand. Ja, een veertje wat je laat vallen vanaf de eerste verdieping, ja, dat dwarrelt omlaag. En een kilo lood, ja, dat is in 1 keer. Zo'n veertje heeft er last van. Maar heb je een vacuüm, dan ligt een veertje ook binnen no time op de grond, hoor. Net zo snel als een kilo lood. Dat scheelt helemaal niks. Dus hoe kan je dan voortbewegen in een vacuüm? Ik zou het niet weten. Als spijker je me, als Jezus Christus, en dan nog ondersteboven en achterstevoren, aan een kruis gemaakt van duurzaam hout. Zonder publiek. Maar dan zou ik het nog niet weten. Ik niet. Ja, maar Perry, jij hebt de wijsheid niet in pacht, hoor. Dus het kan wel. Ja, hoe dan? Hoe maak je nou een motor die een raket verplaatst of een ruimteschip? Door een vacuüm. Ja, dan werken ze met magneten. Jeetje. Ja, nee, dan word ik helemaal. Dan is alles opgelost, hè? Die aliens hebben magneten uitgevonden. Nee, ik geloof er helemaal niks van. Ik denk dat het zoiets is als een report van Iron Mountain. Wat erin staat. Dus in dat boek staat. In het rapport staat. Het is een manier om ons angst aan te jagen. En ons vragen te doen stellen die nutteloos zijn. Dat kan helemaal niet. Fysisch heb je hele grote problemen, hoor. Dan kun je ook nog zeggen, ja, maar je kan toch sneller dan het licht, want dat kan toch? Nou, dat kan niet. Niet in het logische denken. Dat zit er niet in. Die studie die heeft Albert Einstein gedaan in zijn boekje en het heet Mijn Theorie. Slecht boekje, by the way. Veel te grappig. Maar die heeft het er ook al. De snelheid van het licht benaderen. Ja, er gebeurt er van alles met het begrip tijd en massa. Ja, dan krijg je echt wel grote problemen, hoor. Om dat rond te krijgen, hè, qua wiskunde. Kom je niet aan. Maar goed, wie wil er nou, 3 miljard kilometer per uur vliegen? Wie wil dat nou? Wat zeg je nog? 3000 miljard kilometer per uur. In de Koran staat dat
het verplaatsen naar een nieuwe locatie kost tijd. En daarmee werd niet bedoeld dat de ene kameel sneller loopt dan de andere kameel. Nee, er werd verteld dat als jij ergens naartoe gaat, dat het tijd kost om daar te komen. Ook al ben je er binnen een kwartier. Hè? Zoals ik, zeg maar, tussen nu en een half uur ben ik in Saoedi-Arabië. Ja, hoe lang denk je dat het duurt voordat ik gearriveerd ben al daar? Zit ik daar in Saoedi-Arabië? Allemaal die salafisten. En vrouwen met een boerka zonder rijbewijs. Ja, lijkt me ook levensgevaarlijk. Een vrouw met een boerka moet je geen rijbewijs geven. Vrouw achter het stuur, bloed op de muur. Ja, dat is mijn mening. Ja, dan moet je dus, heb je dus tijd voor nodig om in Saoedi-Arabië te arriveren. Ja. Je hebt tijd nodig. En hoeveel tijd? Meer tijd dan er is, denk ik. Als je van een buitenaardse wereld hier naartoe wil komen. Want die liggen ver weg, jongen. Maar David Icke beweert ook dat de aarde hol is. Dat heeft hij ook ergens gedaan. Er zit een tweede wereldbevolking, een hidden state, een verborgen staat, in de binnenkant van de aarde. Ja, ha, 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 ha. En de opening zit bij Antarctica, want daar mag je niet naartoe. En daarom mag je ook niet naar Antarctica toe, want daar zit die opening. Nou, je wil helemaal niet naar Antarctica toe, want daar is geen drol te beleven. Eten we vanavond alweer pinguïn? Ja, en niet zeuren. Ja, maar na 3 maanden pinguïn ben ik het wel een beetje beu. Wanneer krijgen we een keer tuinbonen? Ja, dat heb je niet op Antarctica. Hele goede reden om niet naar Antarctica te gaan. Dus, punt 1, hartstikke koud. En er groeit helemaal niks. Van die vissen eromheen. Andere rare beesten. En that's it. Geen bloemen, geen planten. Geen bomen. Niks. Op Mars ook niet, hoor. Ik snap ook niet waarom mensen naar Mars willen. Zouden ze ook moeten verbieden. Niet naar Mars gaan. En nu blijkt ook nog dat er... Want de aarde heeft een magnetisch veld. Als je dat wil controleren, dan koop een kompas. Dan ga je op Google Maps kijken met je kompas in de hand. Dan ga je je kompas controleren. Maar die naald die wijst naar het noorden. Het magnetische noorden. Nou, dat magnetisch veld dat trekt deeltjes aan. Het creëert een stralingsgordel. De Van Allen belt met dat ding. Die was al bekend in de jaren 50. Dat was de meetapparatuur omhoog gestuurd met een raket. Zo'n raket die kan dan vaart maken zolang die in de atmosfeer is. En is die buiten de atmosfeer, dus in het vacuüm van de ruimte. Ja, dan gaat hij op een constante snelheid door. Hè? Nou, als je hem zo hard mogelijk door de atmosfeer weg weet te krijgen, nou, schiet hij nog wel even door. En dan een zender erin. Iets van 60 watt is voldoende, denk ik. En dan krijg je die meetgegevens binnen. En daar zaten Geiger-tellers in. En toen zagen ze al van, oeps, maar dat is een hoop straling. Ja, inderdaad.
Met die Apollo-astronauten. Die zijn ondervraagd daarover. Hè? Van, hoe zit het met de Van Allen belt eigenlijk? De ene die zegt, ja, we konden het wel merken. Want we zagen allemaal licht flitsen toen we door de Van Allen belt heen gingen. En die andere die zegt van, nee, we hadden er helemaal geen last van. Nee, wat is het eigenlijk, de Van Allen belt? Nou, zo'n jokerlaas, sorry, ik moet tegen de microfoon aan. Maar zo'n jokerlaas van de NASA, zo'n jonge jongen, over die missie naar Mars. Ja, dat zou toch wel heel moeilijk worden vanwege de Van Allen belt. Ja. Nou, op Mars is niks te beleven. Dus. Wat moet je doen op Mars? Een ambassade vestigen. Dus wij kunnen niet eens naar de maan. Als we niet naar Mars kunnen, dan kunnen we ook niet naar de maan. Want die Van Allen belt, die ligt tussen ons en de maan. En Mars ligt voorbij. Voorbij de maan. Nee, we zijn nog niet eens aan de maan geweest. Als je me niet gelooft, misschien doe ik er een linkje er nog mee. Astronauten gaan uit hun dak. Astronauts going wild. En dan Buzz Aldrin, die mapte een Bart Sebrel voor zijn kanus. En nou moet je je bek houden. Wat ik ook grappig vind, hè? Bij die maanlandingen hadden ze toen een directe live tv footage van de moon. Hè? Oh ja, joh. En dan heb je dan van die atmosferische storingen. Nou, daar kan je je iets bij voorstellen. Behalve dat wij hebben dus nooit, als je vanaf Mars een televisieuitzending, een video stream wil hebben naar de aarde toe, dan lijkt het mij dat je toch moet praten over een zender van nogal wat watt. Of kilowatt. Dus hoe hebben ze dat gedaan? Ja. Maar je kan je er iets bij voorstellen dat je dan atmosferische storingen hebt. En dan valt het beeld af en toe weg en dan komen de gele strepen doorheen. En, ja. Ja, dat lijkt me aan, ja. Als het mogelijk is, lijkt het me logisch dat je het risico loopt op dat soort storingen. Maar de grap is, er zijn ook opnames van het commandocentrum. Waar al die mannen in overhemden met stropdassen zitten sigaretten te roken. Naar interessante TTY-schermen te staren. Een zwart scherm met witte letters. En dan hebben ze die camera ook intern daar. Dus ook, een opname daarvan. En dan zie je dus die mannen allemaal een beetje in de rond hangen. En een beetje op keyboards drukken en zo. En daar zitten ook atmosferische storingen in. Maar dan denk ik, ja, nou ben je me kwijt hoor. Huh? Die camera die daar stond, dat werd toch opgenomen, of niet? En dan terwijl je in Houston, Texas zit.
Mijn vriend Wim Kruidentuin, die maakt heel veel filmpjes in De Brigand, met name. Maar er zit nooit een atmosferische storing in. Nee, natuurlijk niet. Maar bij de NASA in Houston wel. Ja. Nee, volgens mij is dat een grote toneelvoorstelling geweest. Want wij weten niet wat de geschiedenis is. Er wordt ook niet verteld op school. En we kunnen het ook niet weten. Ja, behalve als je luistert naar de goede zenders. Op internet dan. Op tv wordt de waarheid niet verteld. Het zijn een steltje kleuters met een veel te hoog salaris. Mm. Ik wil niet zeiken, daar gaat het helemaal niet om. Het zijn een stelletje kleuters met een veel te hoog salaris. Hey, dank jullie wel voor het luisteren. Dat was echt leuk. Ik hoop dat je wat van opgestoken hebt. Niet bang zijn voor UFO's, niet bang zijn voor aliens. Als je een UFO ziet, ja, kijk er even goed naar. En heb je een helder beeld, ja, ren naar binnen, pak een fotostatief, camera erop monteren. Tijdstip, datum, dat registreert die camera wel. Dat is geen probleem. Even precies de locatie, Google Maps even een kruisje zetten. Ik was op deze locatie, postcode en huisnummer. En de camera stond, en daar heb je een kompas voor nodig. Die camera stond richting het noordwesten. En hij stond zoveel graden omhoog. Daarvoor heb je een sextant nodig. Een hoektemeter. Een hoekmeter. Ten opzichte van de horizon. Doe dat. Maar het zal je niet overkomen, denk ik. Ik denk niet dat je daar voorbereidingen voor moet gaan treffen. Verspilde moeite. Maar als je het leuk vindt, mag je dat doen. Koop je alvast een sextant en een kompas. Maak er een goede foto van, een goed filmpje. En dat niet jij de enige bent, maar meerdere camera's. Ook allemaal met een sextant en een kompas. Dat je precies weet ja, hoe het beeld is. En dan kan je gaan rekenen. Maar tot die tijd... En 10-1, dat als het dat die klojo's, die mensenhouders, dat die dat soort dingen opzetten? Ja, zeker. Waarom niet? Ze hebben poen genoeg, hoor. Het enige wat hun interesseert is dat wij blijven stemmen en toiletten schoonmaken, verkeersborden wassen. Oude vandaag de kont schoonmaken. Het vuilnis afvoeren. En zij nemen elke dag een bad in eau de cologne. Van €100 per liter. De politie is wel lekker bezig, zeg. Nou, weer een of andere crimineel of zo.
Dat is ook angstaanjagerij. Hè? Dat vind ik ook zoiets met die hier in Nederland. Hè? Daar wordt iedere maand, op de eerste maandag van de maand, dan doen ze het luchtalarm aan. Precies om 12 uur. En een pokkerrie, jongen. Mama, wat is dat voor een herrie? Ja, dat is het testen van de installatie die moet werken als we aangevallen worden met de bombardementen en zo. Dat de oorlog is uitgebroken en dat iedereen dan... En dan weet iedereen wat hij moet doen. Ja, niemand weet het natuurlijk. Stel op een donderdagmiddag om 3 uur 's middags gaat het luchtalarm af. Ja, wat dan? Onder de trap gaan zitten? Onder de tafel. We hebben toch tegenwoordig een WhatsApp. Ik kan net zo goed naar een site maken. Die heet overheid.nl. Ja, een hele eenvoudige pagina. Van als er wat aan de hand is, dan staat het erop. Dan kan je dan zeggen dat je een e-mail wil krijgen. Ik wil een e-mail notificatie. Als er wat is. Nou, dan krijg je een mailtje of een sms. En dan kan je op de site kijken wat er nou precies aan de hand is. En klaar. Dan hoef je ook niet iedere eerste maandag van de maand die luchtalarmen af. Want de aliens komen eraan. Dan houden we het lekker rustig, snap je? Al die angstaanjagerij, ja, maar dit, ja, maar dat. We moeten oppassen, hoor. Ja, ik hou er niet van. Ik vind het belachelijk. Waar ik van hou is eigen gemaakte pizza. Dat vind ik lekker. Zelf brood bakken, dat vind ik lekker, hoor. Wat ik ook lekker vind is wit brood met gebakken ei. Plakje kaas. Echt lekker. Nog meer dingen vind ik lekker. Maar er zijn ook dingen die vind ik helemaal niet lekker. Angstaanjagerij vind ik niet lekker. Doe mij maar linzencurry. Die schijnt mijn dochter onder de knie te hebben. Ben benieuwd. Hey, hartstikke bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers, zaak hier. Tjus. En dag, aliens.